kan het in de magnetron. Of niet. Hallo dames en heren van Mastercheck en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Kan het in de magnetron of niet. Deze keer hebben we weer niemand uitgekozen van de reacties, want deze video is van tevoren opgenomen, omdat wij op vakantie zijn. Nou ja, dan stoppen we er natuurlijk wel wat in en dat is voor deze keer een cassettebandje. Dus we gaan kijken wat voor resultaat dat oplevert. We gaan nu naar onze veilige basis, want we willen niet dood. En actie. Hoe dat eruit ziet. Oké, nou, je hebt het gezien. Het werkt een soort rookmachine. Maar ik zou het niet voor gebruiken, want volgens mij is die rook helemaal niet goed voor je. Nadat we de rook hebben laten wegtrekken en de magnetron weer aangezet, deed hij niks. Dus er is een onderdeel op dat reageerde en nu is hij gestopt. Oeh, hij is al helemaal zacht. En dan vraag je nou af waar al die popcorn vandaan komt. Nou, dan moet je de vorige aflevering maar even bekijken. Ah, hey. Oh ja, dat is erg gesmolten. Nou, dit was Mastercheck voor vandaag. En tot de volgende keer. Hallo dames en heren van Mastercheck. En welkom bij Kan het in de magnetron. Deze keer stoppen we popcorn in. Maar dan vragen jullie misschien wel af, waarom hebben jullie niemand uit de reacties uitgekozen?